De commissie Vrij Verkeer van Personen is gisteren opnieuw geïnstalleerd door minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De commissie moet de aanvragen voor het bekwame burgercertificaat van de CARICOM toetsen, alvorens advies uit te brengen aan de minister. Dit certificaat kan in de CARICOM-lidlanden worden aangevraagd en wie ervoor in aanmerking komt mag voor onbepaalde tijd wonen en werken in het Caribisch gebied. Het certificaat wordt verstrekt aan afgestudeerden van de universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzici, leerkrachten en verpleegkundigen. De commissie wordt voortgezeten door de onderdirecteur van arbeidsmarkt, Naomi Isaias Friepersen.